Welkom in Los Angeles. We zijn hier op de NAMM Show. En we zijn lekker buiten, want het is hier altijd mooi weer. 4 uur 's middags, 20 graden, kan niet beter. Binnen, de grootste muziekbeurs van de wereld. En wij gaan lekker een kijkje nemen. Kijken of er nog mooie drumproducten zijn te zien. Dit is de Ludwig stand. En hier hebben we een van de meest besproken drumstellen van de NAMM Show. Ludwig heeft een IKEA-principe geïntroduceerd. Een drumstel dat je zelf in elkaar moet zetten. Kan in één doos verscheept worden en er zijn geen montagekosten aan, dus is hij een stuk goedkoper. Je kan hier al aan de set zien, er zitten vrij grote gaten in de ketel. Daar gaat een spanbok in, die haak je er gewoon met een soort haakje, klik je die erin. En op het moment dat je de spanbouter erin draait, blijft hij op zijn plek zitten. Hiernaast zie je hoe de set verscheept wordt. Gewoon alle spanbokken. De spanbouten, tommount en twee spanranden. En je bent klaar om te gaan. Naar het schijnt kan je een driedelige set in 10 minuten in elkaar zetten. Er is ons er alleen beloofd, dus voor de komende slagweerkrant ga je waarschijnlijk zien of dat lukt of niet. De Ludwig Signet 105, zo heet hij. Dit is de nieuwe Kropen-serie van Zildjian, een back-end-serie gebaseerd op de kaas uit Istanbul uit de jaren 50 en 60. Er zijn een aantal verschillende modellen, 14 en 15 inch hi-hats, crashes, rides, zijn geprijsd tussen de K Custom en de Constantinopel-serie. Hebben echt een boterzachte feel, mooie donkere klank. Het is heel moeilijk om in deze ruimte te horen hoe ze echt klinken. Maar zo de eerste indruk is meer dan goed. Vic Firth, jullie kennen het allemaal, een stokkenmerk. Ze gaan een klein beetje diversificeren. Ze komen met drie verschillende bezemkloppers. Nou ja, als Vic Firth zoiets doet, dan doen ze het natuurlijk niet half. Dus heel aparte. Kijk maar mee, dit is de eerste. Een houten klopper met twee verschillende slagvlakken. Een ronde kant en een vlakke kant. En dat geeft een heel verschillend geluid. Dat was rond. En plat, veel meer attack. Nummer 2 is misschien wel de liefste bezemklopper die je in tijden gezien hebt. Mooie wol, het is net een schaap. Jaren 20 stijl, heel zacht. Echt een ouderwetse bomber bassem beat. Nummer 3. Zelfs als de houten klopper, zelfde model. Twee verschillende kanten, mooi rond en vlak. Maar dan verveeld. Klein verschil, maar wel duidelijk hoorbaar. Tot zover de eerste dag van ons NAMM-verslag. Het feestje gaat hier nog vrolijk een uurtje door. En daarna is het door naar de hotels. En naar de verschillende events die 's avonds georganiseerd worden. Wij gaan vanavond naar de Bonzo Bash. Zoals ik het nu kan zien, 35 drummers die allemaal een nummer van Led Zeppelin gaan spelen. Als dat geen rock'n'roll wordt, dan weet ik het ook niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.